De procentuele toename bereiken. Nou, wat bedoel ik daar nu mee? Dit is het filmpje waarin ik uitleg. Je hebt. Oh, er staat een nieuw pen. Momentje hoor. Zo. Waarin ik uitleg. Stel je voor, je had eerst 80 euro en je hebt dan 115 euro. Hoeveel procent is er bijgekomen? Wat is de toename in procenten? Als ze dit vragen en je weet niet hoe je dat uit moet rekenen, moet je dit filmpje kijken. Wat was dan het andere filmpje waarvan de naam heel erg op lijkt? Dat is van de prijs wordt met 15% verhoogd. Wat moet je dan betalen? Dus daar ben je aan het rekenen met procenten. Met de toename. En hier moet je de toename echt uitrekenen. Hoeveel procent is er toegenomen? Dat ga ik laten zien. Nou, de prijs van kleding stijgt. Dat is trouwens niet altijd waar, maar in dit voorbeeldje wel. En Marlies heeft de volgende prijsvergelijking gemaakt. Zegt nou, dit is evenveel gestegen. Want dit is 3 euro gestegen en dit ook. Maar ja, op een bedrag van 8 euro naar 11 euro is het 3 euro gestegen. Maar dat is in verhouding veel een hele andere situatie dan wanneer je van 85 euro naar 88 euro gaat. In verhouding, die 3 euro hier meer, dat stelt minder voor dan hier zomaar 3 euro erop gooien. Ja, dat kun je zo dus niet vergelijken. En wanneer kun je het wel vergelijken? Als je het allebei naar procenten rekent. Dat je kijkt, nou, hoeveel is het nou in procenten toegenomen? Dus hoeveel is die 3 euro, die verhoging, van de 8? En bij deze, hoeveel is die 3 euro van de 85 die je in het begin had? En dat ga ik jullie laten zien. Nou, ja, dat is eigenlijk, kijk, je moet eens gaan kijken naar hoeveel procent is de toename ten opzichte van de oude prijs. Dus ga kijken hoeveel procent is 3 van de 8. Hoeveel procent is 3 van de 85? Nou, dit kun je op heel veel manieren doen. En een manier is dat je zegt, nou, die 3, die pak ik die 3 van de 8, 3 achtste keer 100%. Dat kun je doen en dan kom je uit op 37,5%. Hier is de procentuele toename. Nou, het is dus de 3 euro die erbij is gekomen. Maar ja, dat is niet van de 8. Nee, die 3 euro die erbij is, die was van de 85. En dat doe je keer 100%. En dan kom je dus uit op 3,5%. Dus hier is die 3 euro 3,5%. Hier is die 3 euro 37,5%. En dat zijn dingetjes wat je echt eventjes goed in de gaten moet houden met als je dingen gaat vergelijken. Dan is daar natuurlijk een formule voor. Ik moet het laten zien hoe je het aanpakt, maar eigenlijk is er gewoon een hele makkelijke formule voor. Je kijkt in je verhaaltje. Wat is in je verhaaltje het oude? Wat is in je verhaaltje het nieuwe? En dan gebruik je de formule. Nieuw min oud. Oh, vergeten u. Zo, nieuw min oud. Dat was hier eigenlijk die 11 min de 8. Hè? Dus dat is nieuw min oud. Gedeeld door het oude. En dat moet je nog even keer 100% doen. Hoe pakken we dit nu aan? Nou, stel je voor, we kijken nog eventjes naar dit verhaaltje. Stel je voor, we kijken even naar, oh, moet ik even anders doen, naar dit verhaaltje. Zo, dit verhaaltje. Dan gaan we dus even kijken, wat is nu de procentuele toename? Dan kijk je eerst, wat is het oude? Nou, het oude was 8 euro. Wat is het nieuwe? 11 euro. En dan ga je het invullen in de formule. Dit is de formule die je gaat invullen. Nou, nieuw min oud. Nieuw is 11, oud is 8. Dus hier krijg je 11 min 8. Ja, gedeeld door het oude. Heel, dat staat in die formule. Gedeeld door het oude, gedeeld door 8, keer 100%. Dan krijg je dus die 3 achtste, hoe past er niet op, keer 100%. Ofwel 37,5%. Nou, wat moet je hier nu van weten? Als ze het nu hebben over de relatieve toename, dan hebben ze de toename in verhouding. Hè? In relatie tot wat je eerst had, de relatieve toename. Dat is in procenten. Relatieve toename is in procenten. De absolute toename is gewoon, wat is het in aantallen? Dus de absolute toename is, wat is het in aantallen? Dat zet je hierbovenin. Dit is de absolute toename. Dat is, hoeveel is het gewoon in aantallen? Nou, aantallen zijn het er 3. En dan kan je er allemaal mee gaan rekenen en dan kun je de relatieve toename uitrekenen. Dat is de toename procentueel gezien, de toename in procenten. Dan gaan we naar het volgende. Schrijf het ook mee, hè? Want zeker wat er nu gaat komen. Nou, nu heb je een DVD-recorder, die is 350 euro. Nou, met ingang van 1 januari wordt die 380 euro. Nu zeggen ze eerst, dan zeggen ze hoeveel procent is de DVD-recorder duurder geworden. Nou,
Die dingen zijn er eigenlijk al niet heel veel in, denk ik. Dus ik moet even anders zitten, hoor. Ja. Nou, dan ga je eerst kijken, wat is oud, wat is nieuw. Met ingang van 1 januari kost hij dit. Dit is nieuw, dit is oud. Dat kan soms helpen, dat je dat zo even erbij zet. Je mag natuurlijk niet schrijven in je boek, maar je kunt ook opschrijven oud 350. Als je het lastig vindt, hè, want dat kost tijd, dan moet je alleen doen als het nieuw 380. Ik weet nog dat ik vroeger deze dingen wel eens omdraaide, als ik nu op zat te letten. Ik vond het nooit zo heel moeilijk. Ja, wiskunde was voor mij natuurlijk niet zo moeilijk. En dan was ik er vaak niet bij met mijn gedachten. Dan ging het een beetje op de automatische piloot. En dan verwisselde ik deze wel eens. Dus dat zijn van die dingetjes, even goed opletten dat je het goed pakt. Dus ik zet hier de N, daar de O. Dan weet je hoe het zit. Nou, nieuw min oud. Want je gaat kijken, wat is de toename? Hè? Dus dat is het nieuwe. Bij het oude vanaf haal, dan weet je hoeveel is er bijgekomen. Als het nieuwe 8 is en het oude was 5, dan kun je zo zien. Oké, 8 min 5 is 3, dus er is 3 bijgekomen. Dan gaan we nu kijken naar de formule. Dan moet ik even plaatsmaken. De formule is nieuw min oud gedeeld door oud keer 100%. Ik weet niet of jullie de formule kaal op moeten schrijven. Als je van mevrouw Bakker les hebt, denk ik wel. Bij meneer, de Westen, meneer van de Westen misschien niet. Ik weet niet. Even vragen of je die formule ook zo kaal op moet schrijven. Ik laat alleen even zien het ingevuld. Nieuw min oud. Nieuw min oud gedeeld door oud. Dus dan krijg je, nieuwe was 380. Dus je krijgt nieuw min oud gedeeld door oud. Altijd delen door het oude. Waarom? We gaan kijken naar in verhouding ten opzichte wat je had. Hoeveel is erbij gekomen in procenten ten opzichte van waar je mee begon. En andersom onthouden delen door oud. Keer 100%. Als je dat eerst, ja, als je dat lastig vindt, gewoon onthouden. Gewoon uit je hoofd leren. Dit gewoon echt uit je hoofd leren dan. Nou, dan krijg je 380 min 350 is 30. Dus 30 350ste keer 100%. En dan moet ik even kijken. Waar heb ik dat geschreven? Daar. En dan kom je dus uit op 8,6%. Let op. Procentteken moet erachter. Heel belangrijk. Schrijf het niet in euro's, want het zijn de procenten. En één getal na de komma. Soms staat er niet bij. En als het er niet bij staat, zijn procenten... Ja, procenten zijn eigenlijk altijd in één getal na de komma. Het is gewoon een afspraak. Ik weet nog, er is een hele discussie over geweest met een leerling bij economie. Of handel, ik weet niet hoe dat vak heette. En die had op een examen, schoolexamen, hadden ze twee getallen na de komma achtergezet en er werd fout gerekend. En toen zei ze, ja, maar het stond er niet bij. Ja, nee, maar dat is een afspraak. Getallen in procenten, altijd één getal na de komma. Onthoud dat goed. Want het staat er namelijk niet altijd bij. Reken het uit op één getal na de komma. Oh, dat is alweer het volgende filmpje. We zijn alweer klaar. Dus kijk goed, wat is oud, wat is nieuw? En leer die formule uit je hoofd. Absolute toename is gewoon nieuw min oud. Dat is gewoon hoeveel is erbij gekomen in aantallen. Een relatieve toename is percentage. Dus vraag altijd, kijk altijd goed wat ze vragen. Vragen ze absolute toename of vragen ze relatieve toename? Dat was hem. Bedankt voor het kijken. Tot het volgende filmpje. Doei!